Dit is een ijzeren kanonskogel. Dat is een massieve kanonskogel. En die zal van buitenaf op de stad zijn afgevuurd. In dit gebied waar deze kanonskogel 400 jaar geleden werd afgevuurd, zijn archeologen nu bezig om die geschiedenis opnieuw bloot te leggen. En wel in de voormalige gracht. Dat zijn de brugpalen die onder de waterspiegel bewaard zijn gebleven. Je moet je voorstellen dat het water hier een stuk hoger nog stond dan waar wij nu staan. Ooit heeft hier een brug gelopen. De brug die aansloot op de Lievelderpoort in de 17e eeuw. Een brug die zwaar bevochten is tijdens het beleg van Gol in 1627. Daar hebben hier vlak tegenover de batterijen gestaan met kanonnen om de vesting van deze kant te bestoken. Dus hier is behoorlijk wat slag geleverd. Al maanden wordt er op verschillende plekken in Groenlo onderzoek gedaan met al heel bijzondere vondsten. Aan de ene kant proberen we het verhaal van de vesting duidelijk te krijgen. Nou, onder andere door brugpalen, muurwerk en dergelijke. Kanonskogels, dat soort dingen wat echt bij de vesting verleden hoort. Maar ook het dagelijks leven van de Gollenaar in de 17e eeuw, dat vinden we hier ook terug. Zo heb ik hier bijvoorbeeld een fragment van een schoen. Dit is een schoenzool. En dit is een typische vorm van de schoen uit de tweede helft van de 17e eeuw. Vrij langwerpig met een rechte voorkant. En hier zijn heel goed de parallellen van bekend. Want die kun je op 17e eeuwse schilderijen terugvinden. Een wel heel opmerkelijke vondst deed hij eerder deze week toen hij nietsvermoedend een blokje zand naar boven haalde. En daar zat een kinderschoentje in. En vaak vind je de schoenen in onderdelen, maar deze is nog helemaal compleet. Het stiksel is wel vergaan, de onderdelen zitten los, maar het is wel één compact geheel. En het aardige is dat zelfs de veter er nog in zit. Wat je ook ziet, is dat de neus opengesneden is. En dat zie je wel meer bij dit soort schoenen. Dat als bijvoorbeeld het schoentje te klein werd, dan is het zonde om hem weg te gooien en gelijk een nieuwe te kopen. Maar dan werd bijvoorbeeld de neus een stukje opengesneden. Ja, dit is natuurlijk prachtig. We vinden in de archeologie het meest potscherven. De potscherven zijn belangrijk voor datering van grondlagen, van sporen. Maar dit is zo vergankelijk. En omdat het zo vergankelijk is, brengt het je ook veel dichter bij het dagelijks leven in die tijd. Want je weet dat de meeste schoenen die vind je niet terug. En hier heeft gewoon iemand op gelopen. Dus dat is heel dynamisch als je daar iets bij voor kunt stellen. En als hij dan zo compleet is, ja, dat is prachtig natuurlijk. Ja. Dit schoentje is misschien wel van een van de voorouders van deze kinderen geweest.